Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Moet je kijken wat we hebben gebouwd. Een hele grote schommel met een auto eraan. Haha, wat een bouwwerk. Maar dat had ik natuurlijk niet zomaar alleen kunnen doen. Maar om het ding te kunnen bouwen, waren natuurlijk wel wat berekeningen nodig. Jazeker, en daarvoor sta ik hier met Volkert van der Wijk van de TU Delft. Ja, nou ja, de Universiteit van Nederland die heeft ons samengebracht om inderdaad dit bouwwerk te kunnen doen. Zowel de berekeningen en de bouwen. En ja, dat is gelukt. Zo, ha, zeker. Dat is gelukt. Dat is helemaal zacht uitgedrukt. Dat is nog eens een 360 graden schommel. Bam! Met een auto eraan. Vet. Ja, dit was echt een geweldig succes. Dus ik zou zeggen, Volkert, hartstikke bedankt jongen. Ja, jij ook voor bedankt. Het uitrekenen. Ja, voor het bouwen natuurlijk. Vet super, dit, grote dank aan de universiteit ook. Want zonder hem was dit natuurlijk allemaal niet mogelijk geweest ook. Mooi project. Nederland. Ja, een mooi stukje wetenschapscommunicatie denk ik. Want als je iets rekent. Uit de goed uitrekend kun je iets fantastisch bouwen zoals dit. En dan is gewoon eigenlijk alles mogelijk. En wil je nou alles zien hoe dit allemaal gebouwd en berekend is en zo? Check dan ook vooral onze andere video natuurlijk. Hè? Link in de omschrijving. En anders ook even kijken op de werkplaatsvlog. Want dan kun je echt alle beelden zien. Kun je echt zien hoeveel werk dat dit project eigenlijk is geweest. Want hier zit echt maanden werk in. En we zijn nog niet klaar natuurlijk. Hè?
Want dit was nog maar de eerste test. Het is eigenlijk het streven om dit te doen zonder een blok beton erin. En dan hebben we dus echt die maximale belasting van 5G hier beneden. Ja. En dat is echt bruut. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Tot de volgende!